Een hele goede evening, meneer Gore. Ik ben de grote bedrijfsleider van Rusland, meneer Petrovski. En ik denk, vele mensen werken in mijn fabrieken. En als ik die mensen weggooi, of wat zeggen ze, wegstuur, ja, dan hebben ze geen werk meer. Geen werk is ook no money, geen geld. Wat zij doen dan? Jullie gaan mijn kerncentrale sluiten. Wat doen die mensen? Wat doen? Ik als bedrijfsleider, ik not oké. Okay. Zeker geen oké. Okay. Dus de wereld moet heel goed nadenken wat dat ze met mijn big groot kerncentrale gaan doen. Ja, antwoord van u, tegen nu. Beste Petrovski, dus u offert heel de wereld op voor een deel, een bevolkingsdeel. Het is wel zo dat er een deel van mensen in uw bedrijf werken. Maar moeten wij daar heel onze natuur mee kapot maken in feite? We kunnen toch evengoed alternatieve oplossingen vinden. Hun allemaal werk bieden wat niet onze leefmilieu schaadt. En wat ten voordele is van henzelf, waar dat ze ook hun broodje mee kunnen verdienen. Dus een kerncentrale, weet je wel hoeveel vuilheid hoeveel radioactieve afval dat produceert en hoe gevaarlijk dat is. Het is gewoon onze toekomst dat we wegsmijten eigenlijk. Hè. Heeft u daar geen alternatieve oplossingen voor? Ik heb een hele goede alternatieve oplossing voor u. Ik ga omkopen voor 1000 euro. Jij bij mij komen werken, dan alles opgelost. Nee, meneer Petrovski, zo gaat dat niet. Mijn doel is om een leefwereld te scheppen waar dat we samen met de natuur leven, met de dieren. Zo gaat het niet, meneer Petrovski. Niet iedereen kan je omkopen met je kapitaal. Ik stel voor om je kerncentraal te sluiten en om een nieuwe centraal te openen, waar dat je misschien kan werken met milieuvriendelijke elektriciteit. Dus waar dat je gewoon windmolens kunt plaatsen of waar dat je elektriciteit kunt opwekken van andere zaken, zoals een rivier, de stroming van een rivier, dat je daaruit kan elektriciteit kan wekken. Dus het kan ook op een betere manier. Natuurlijk zal dat wel even kosten voor u, maar een belangrijke man als u zou toch zou de kosten toch kunnen betalen. Hè? Allee. Als dit wordt uitgezonden live, ik iedereen doden die dit heeft gehoord. Niemand tegen mijn kerncentrale. Begrepen, ja. Al dus een bedreiging van meneer Petrovski, maar bedreigingen helpen bij ons niet. Een beter milieu, geen fijne uitstoot, een echte wereldpremier. De nieuwste Opel Ampera beleeft momenteel in 2010 zijn wereldpremier. De wielen van de Ampera worden op elk moment en bij elke snelheid elektrisch aangedreven. Voor de ritten tot 60 kilometer rijdt hij zuiver elektrisch met energie opgeslagen in de lithium-ion batterij van 16 kilowatt. En hij stoot helemaal geen CO2 uit. Wanneer de energie van de batterij is opgebruikt, breidt de elektriciteit afkomstig van een motorgenerator de autonomie van de Ampera uit tot meer dan 500 kilometer. De Ampera kan aan een standaard 230 volt stopcontact worden opgeladen. Wacht niet en ga langs bij de dichtbijzijnde Opelwinkel. Want die moet u hebben. Goedemiddag, beste luisteraars. Zoals elke week zullen we ook vandaag kunnen zullen met afval. Het afvalmateriaal voor vandaag is blik. De lege blikjes kunnen we zeker hergebruiken. Als bloempot, houder voor potloden en dergelijke. Maar wij zullen vandaag gaatjes in de blikken kloppen en er een tuinverlichting van maken. De benodigdheden daarvoor zijn een leeg blik, water, spijker, hamer, papier, schaar, stiftjes, lijm, theelichtje en ijzerdraad. Eerst nemen we een schoongemaakte conservenblik, haal de hele bovenzijde eraf. Vul met water tot aan de rand en zet het 24 uur in de vriezer. Ondertussen kan je je alvast voorbereiden. Neem daarvoor een blad papier in de breedte van het blik en met de goede lengte zodat het om het blik heen past. Zet daarna met stippen of puntjes een figuur of uw naam op het blad. Vervolgens plak je de strookje papier omheen het blik met bevroren water. Neem een spijker en hamer en sla de spijker door alle getekende puntjes. Hierbij heb ik een kleine opmerking. In het blik moet het water bevroren zijn, anders is het blik niet stevig genoeg om er gaatjes in te slaan. Nadat alle gaatjes doorboord zijn, verwijder je het strookje en laat je het ijs eruit smelten. Zo bekomen we een heel mooi houder voor
een theelichtje. Door een ijzeren draad aan de bovenkant van het blik vast te maken, kunnen we het ook ophangen. Zo kunnen we het ook gebruiken als tuinverlichting. Succes ermee! Iedereen is het erover eens. Zelfgekweekte tomaten smaken zoveel beter. Zeker in de zomermaanden zijn tomaten niet te versmelten in salades of een lekkere tomatenmozzarella. Bovendien zijn tomaatplanten gemakkelijk uit zaad op te kweken. 5 verschillende tomaatsoorten in al onze winkels voor een superprijs. Kom eens halen voor ons opgeraken. Mos! 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 Radio Mos! Wij doen mee aan het Mos-project. Ja, ja, ho! Alles moet in het vuilnisbak. Ja, ja, ho! Wij doen mee aan het Mos-project.